Nou, we zijn gisteren hier aangekomen. Het was een prachtige dag. Het is een geweldig mooi dal. Het lijkt alsof je naar het einde van de wereld rijdt. Met heel mooi uitzicht, hele mooie bergen. Vandaag zijn ze wat minder te zien door de bewolking, maar gisteren was het strak blauw. Nou, we zijn nu een aantal dagen op pad met de mooie Eriba. Ja, we hebben al een leuke ervaringen ermee gehad achter de mooie elektrische auto. Nu wil ik het jullie ook wel even van binnen laten zien en van buiten. Dat laat jij zien, Theo, hè? Ja, want van buiten ziet hij er ook prima uit. We staan hier bij de Eriba 430 caravan. Dat is een hele compacte caravan met een hippe uitstraling zoals je ziet. Het hefdak is een hele mooie optie van de Eriba caravan. Geeft extra ventilatie. Kun je 's nachts mooi de open laten staan. Lekkere frisse lucht in de caravan. En het geeft ook een hele mooie lichtinval. En is makkelijk omhoog te doen en weer naar beneden te halen. De bergruimte kun je allerlei spullen in kwijt. Zoals bijvoorbeeld de tuinstoelen. Het mooie is dat je ook van binnenuit, vanuit het bed, kun je er ook bij. Kun je er ook spullen in stoppen en weer uithalen. Voldoende ruimte. Nou, dan ga ik jullie wat vertellen over het interieur van de Eriba. De kastruimte is gewoon perfect. Overal, alle hoekjes en gaatjes zijn benut. Het zitgedeelte is ook mooi ruim. Je kunt het tafeltje verplaatsen, heel makkelijk. Het schuine gedeelte vind ik op zich een heel leuk design. Goede verlichting, heel makkelijk werkzaam. Even met de vinger aantikken en hoep, hij doet het. Nu zijn we bij de keuken beland. De koelkast vind ik persoonlijk een beetje aan de kleine kant, maar voor twee personen zou het net gaan. Mooi, drie pitjes. Dus je kunt er een volledige maaltijd bereiden. Nu zitten we in het slaapgedeelte van de caravan, van de Eriba. Een heerlijk matrasje, moet ik zeggen. We hebben er al lekker geslapen. Mooi ruim ook. Het bed kunt u zo verhogen om in de bergruimte te komen. Hier hebben we nog een hele mooie grote kastruimte. Als ik had mogen kiezen, had ik hier zelf een hanggedeelte van gemaakt. Maar verder een mooie ruimte. Dit is de badkamer, toiletje en ja, voldoende bergruimte weer. Niets op aan te merken, allemaal prima. Voor twee personen is dit een perfecte caravan. Lekker, compact alles. Achter de auto is ze ideaal, makkelijk om mee te nemen en ja, we zijn er helemaal blij mee.